We zijn op dit moment weer wakker. En wat we gaan doen, is dat we zo meteen even gaan ontbijten. Deze kerel staat ook al fris en fruitig. Pyro Market. Ja, maar we gaan naar verschillende markten hier zo. Waaronder inderdaad de Pyro Market. Gaan we inkopen doen. En zoals ik eigenlijk in de vorige vlog ook al heb verteld, ik hou van deze dag. En van deze dag hou ik, omdat dit is nu de dag dat we hier de hele dag zijn. En ja, dus hebben we genoeg tijd om af te steken, om te kopen en dat soort dingen. Dus dat gaan we zo meteen ook doen. Eerst even ontbijten, dan even douchen. En dan kunnen we weer richting die markten, man. Want het is nu ongeveer 9 uur of zo. Een uur of 9, half 10. Zoiets. Ja. 10 uur is het al. Dus dan gaan we zo meteen naar die markt toe, na het ontbijt en gedoucht hebben. En dan gaan we ook later in de vlog weer stoken. En ik wil jullie ook even het uitzicht laten zien. Want we hebben dit keer een kamer aan de andere kant. Want die hebben we nog niet gehad hier, hè, aan deze kant. Mooi kaakje, gek. Een hele zwerm vogels al. Moet je zien, kijk, wat een uitzicht. Ja, pizzeria staat daar. Dus als we s'nachts honger hebben, dan springen we gewoon daar naartoe. Dit is trouwens ook de eerste keer dat we op dit moment geen vuurwerk op de kamer hebben. Maar goed, dat komt denk ik, komt dadelijk wel verandering in, hè? Zeker. Want we gaan goede inkopen doen. Daarom. Zoals beloofd, jongens, we zitten hier nu te ontbijten. Het is best vroeg. Het ziet er wel goed uit, hè? Maar ontbijt is wel nodig, man. Ik zweer. Voor een keer, hè? Ja, zeker. Onderweg naar de auto. Poolse kinderen daar aan het spelen. Daar gaan we, man. Onderweg dus naar de eerste markt, jongens. We gaan nu naar Pyro Market. Want daar hebben ze heel veel Zena-producten. Deze, wat een gezeik. Maar ze hadden daar vorige keer heel veel Zena-producten. En ik ben benieuwd of dat nu weer het geval is. En meestal hebben ze ook oude Zena-producten. Dus, ze hadden wel goede prijzen vorige keer. Dat klopt zeker. Dat is echt wel. En vorige keer dat wij er waren, hadden ze ook Ugly Joe's, de oude variant. Ik denk nog steeds dat ze die hebben. Nou, we zullen zien. Als ze die hebben, gaan we die zeker meenemen. Funke hadden ze ook. Ja. Die blokken. Die Funke blokken inderdaad. En nou, ik ben benieuwd, man. En dadelijk gaan we naar andere markten. Om gewoon aan jullie te laten zien hoe is het nu in december op de markt. Dus heb je meer? Kat 4 kunnen vinden. Ja, kat 4 is inderdaad, hoop ik, heel erg. Ja. Maar ik moet je zeggen dat het wel ja, sinds vorig jaar natuurlijk allemaal wat moeilijker is geworden. Maar we zullen zien, man. Dus we zien jullie zo bij de eerste winkel. Als jullie hier links kijken, zien jullie de eerste winkel. Daar gaan we nu niet heen. En ik weet dat ze hier ook super streng waren met filmen de laatste keer. Laat staan nu in december, maar check. We gaan het proberen. Voor je werk, daar gaan we zo even kijken. En daarachter, als het goed is, heb je de Pyro Market. En ik hoop dat we daar veel succes hebben. Ik hoop dat die open is. Ja, en dat we er mogen filmen, man. Ja, vorige keer was er geen probleem in ieder geval. Nee. De Pyro Market. En zoals je kan zien, je ziet er al dingen van Zena. Deze gaan we sowieso halen, jongens. Moet je kijken. Konden we ook in België halen, maar wat geshopt. Mooi, man. Mooie pen. Dat is onze tas. We hebben niet heel veel gehaald. Mooi dingetje. Jij bent fan van die, hè? Maar we halen op de markt wel. Ja, klopt. Moet je kijken, gek. Jongen, jongen. Nog genoeg te halen hier. Veel vonken. En we hebben natuurlijk wel wat leuke dingen gehaald. Waaronder heel veel knal. Nou, niet heel veel, maar gewoon wat leuke knaldingen. Zodat we zo meteen wat leuks kunnen afsteken. Wij gaan zo naar locatie. En dan zien jullie een aantal stookbeelden. Want we gaan dit eigenlijk vrijwel direct afsteken allemaal. Deze tas die ik hier in mijn hand heb ook. Zeg, jongen, pak de tas even beet. Ja, we laten zo meteen wel wat zien. We lopen nu weer met een goed gevulde tas richting de hotelkamer. Heb je de kaart? Zo. Alleen bij ons, hè, dat het zit. Wat kloten is, jongens, we moesten het even snel filmen. Of even snel laten zien. Maar het regent dus. Terwijl dit dus... Oh, kut. Wat is dit, joh, voor kutraam? En dat is heel erg kloten. Lekker blokkie. Laat het snel zien voor de kerels. Een lekker blokkie. Nieuw Funke, hè? Mooi bladgoud aan de bovenkant. Mooi.
Die wisten we dadelijk om bij jullie hier. Dit is een nieuwe. Hij is echt super zwaar. Dit is echt gewoon letterlijk. Ik denk dat wel een compound is zo wat qua gewicht, hè. Kleintje. Mooi. Maar die is voor vanavond sowieso. Ik hoorde dat er heel veel cracking in zat. Ja. Dus dat is altijd wel lachen. Ja, en die wilde ik halen. De Pulse Alligator. Yes jongens, even een snelle view op wat we hebben gekocht. Net bij de Pyro Market. Niet heel veel zoals ik al zei. En er is dus geen Cat 4 meer te koop. Waaronder Cobra's en zo. Maar dit kunnen we even gaan stoken zo meteen. Dit is natuurlijk een klein deel. Gisteren hebben we, in de vorige vlog hebben we ook al wat gestookt. En vanavond gaan we bijvoorbeeld deze cake doen. Die ik wel nice vind. Jordi ligt op bedje. Scream 3S. Mooi pakje van. Ik zeg je eerlijk, deze vinden wij al wat ziek, hè? Ja, man. Die 3S. Die kleinere, die hadden we eigenlijk ook moeten halen. Ja, moet je kijken. Er staan zelfs prijzen op. We gaan op de markt er nog wel van kopen, joh. Klopt, we gaan zo meteen nog wel bijkopen. Alleen voor nu is dat dit eventjes. Want ja, we moeten het natuurlijk ook niet te bond maken en gewoon in kleine porties gaan stoken. Want ja, het is gewoon anders dan andere jaren dat je hier gewoon alles kon kopen. Die tijd is voorbij. En wij gaan hier gewoon nog heen om gewoon even wat... Kijk, hey, check deze, nummer 6. Ja. Mooi. Die knal ook hard, hoor. Zeker. Dat is echt niet normaal. Je had vroeger ook... Erg benieuwd. Je had vroeger die Trueno Ricasa's, man. Maar deze leken er wel op. Ja. Mooi in de verpakking. Ik zie nergens kruidlekken of iets. Altijd mooi. Mooi doosje ook trouwens, man. En hier ouderwetse knallers. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Maar goed, die kregen we er gratis bij. Karatau heet deze. Van Thor. Ja... Was 8 euro of zo. Ik dacht van die doen we er wel even bij. Ook voor vanavond denk ik. De Color Cracker van Funke. Klein cakeie. Die was 10,50 euro vind ik. Op zich wel duur voor een cake, man. Voor zo'n klein potje, toch? Hoe duur was die? 10,50. Ja, maar ja, het is Funke. Ja, je betaalt inderdaad voor de naam. Wat hebben we hier? Ja, wat losse dingen zoals een Scream 5S. Die kregen we allemaal gratis erbij. Hier hebben we bijvoorbeeld ook nog wat kleine knalletjes. Scream 10S. En kijk jongens, Scream 10S, P1 knallers. Maar moet je kijken hoe groot ze zijn. Ze zijn niet zo zwaar als Cobra's, maar minstens zo groot. Ja. Zeker zo groot bedoel ik. Onder. Nee ja, maar goed. Die gaan we zo ook even stoken. Even testen hoe die is. Zo groot is mijn telefoon. Ja man. Bizar hè? Iets kleiner. Hopelijk is het al een beetje opgeklaard. Want het regende zoals jullie net al zagen. Voor mij is het wat droger man. Ik denk wel dat het al een stukje beter is. Daar lopen mensen zonder paraplu. Die niet weten dat ze nu op YouTube staan. Nee, dat worden bekend jongens. Ja, maar het ook niet, zeg maar. Valt echt wel mee. Oh ja, deze heb ik ook nog niet gefilmd, jongens. Net in de hotelkamer. Maar we hebben ook nog de Zena Crackling Batteria. Het zitten er 4 in zo'n doos. En dit was de laatste daar. Wat betaalden we daarvoor? 15 euro. 15 euro, jongens. Kijk hier. Nou, die gaat zo ook de fikking. Maar die hadden we dus niet net op de kamer. Dunne King, hè? Stootje. Deze leuk. Gips. Start. Ja, het volgende geschud, jongens. We gaan er even goed mee schudden. Zometeen even verder stoken, want het is nu donker, zoals jullie buiten kunnen zien. Hier een Funke. Color Cracker. De Sheila. De Sheila heb je hier zo. En deze rare tube gaat er ook aan zometeen. En nog wat knallers. Hier ligt iemand onder de tafel. Ik hou je bek, man. Ik laat dat ding vallen. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Hij is gelijk nieuw zoeken, hè. Wat hebben we hier? De Sheila. Mooie cake, man. Dan. Oh. Dus ik heb hem daar binnenstebuiten. Of binnenstebuiten. Ondersteboven. Die doen we als eerst. En Schoedigoen. Zo. Je ziet man.
En die andere Funk ook. Hé, hey, die was lijp, man. Kleine? Ja, man. Was die gelijk? Yep. De collar, nog wat. Hij is aan. En dan daarna die karrekatouw. Ja, die pleurt om. Wat er dus gebeurde, ik wil niet zeggen dat er politie kwam of zo. Het kunnen ook wel eens boswachters zijn. Wat er dus gebeurde, we stonden te stoken op locatie zoals jullie net hebben kunnen zien. De volledige video die komt nog online van dat we cakes aan het stoken waren. En op een gegeven moment hoorden we een auto. En op die plek hoor je dus een auto heel van ver aankomen. En op een gegeven moment zagen we ineens lichten op ons terrein aankomen. Ja, ik zweer, ik heb nog nooit... Hij kwam best snel op een gegeven moment. Ja. Hij stond even stil en toen in één keer kwam die erop. Ja. En ja, en toen, wat er toen gebeurde, want ik zal jullie zo meteen precies laten zien. Mijn schoenen zijn helemaal vies en wat er toen gebeurde, we zijn als een gek gaan rennen, de bosjes in. Ik ben echt door doornen heen gaan lopen. En we hebben daar ongeveer gezeten, hoe lang? Nou, ik denk toch 1 minuut 20. Ongeveer 20 minuten hebben we gezeten in de bosjes. Ik niet eens bij hem. Je kon de tijd gewoon staan, hè? Ja, en ik niet eens bij hem. In de buurt. En op een gegeven moment hoorde ik iemand door de bosjes lopen. En toen bleek het Jordi te zijn, gelukkig. Want daardoor konden we bepalen dat we snel naar de auto zouden gaan. En het scheen nog te zijn dat die mensen nog op die plek waren. Klopt, maar de auto was al weg. Ja, het kan een boswachter zijn. Het kunnen boze mensen die in de buurt wonen, waren. Het kunnen boze mensen zijn die daar in de buurt wonen. Maar goed, toen zijn we dus weer naar de auto gegaan en als een speer teruggereden. En moet je zien, mijn schoenen, jongens. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar helemaal vies. Aan modeshow lopen. Mijn jas aan de achterkant, ik ben nog in een doorn gevallen. Wat heb jij hier? Nee. Ja, hier, je broekspijpen helemaal nat. Ja, dat was wel... Wat een dingen maken wij toch altijd mee, jongens. Met afsteken en wat soort dingen dan ook, jongen. Ik moet je ook zeggen, jullie hebben de vlog kunnen zien. We hebben ook niks gegeten tussen de middag. We hebben sinds het ontbijt helemaal niks op. Dus we gaan nu best laat. Ja, we gaan nu als de sodemieter richting de Mac. Ja. Pak mijn jas erbij. Ons vaste restaurant. Ja, man, heb je alles? Ja. Pasje en zo. Ja, man. Ja hoor, het is geleverd. Dit is dus avondeten en lunch in één. Want we hebben dus niks gegeten de hele dag, man. Nee. Dit was weer het einde van de vlog. Ik vergat hem bijna af te sluiten. Maar we zijn helemaal gebroken, ik zeg je eerlijk. Het was weer een dag, man. Het was me er weer een. Pff, echt waar. Ja, man, morgen zijn we hier ook nog. Dat zien jullie in de laatste vlog. Maar we hebben vandaag veel gestookt, weer veel meegemaakt. In de bosjes gezeten en wat dan ook. Binnenkort meer in compilaties en zo. En Oud en Nieuw gaat nu echt heel dichtbij komen, jongens. Dus voor je het weet is het kerstvakantie, gek. Het gaat snel. Tijdens vliegen voorbij. En dan gaan we vuurwerk ophalen. Ja. Collectie weer uitstallen. Die hele muur komt weer vol te staan. Ja, dat gaat weer even tijd in beslag nemen. Ja, maar ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Ciao. Later. Yes, jongens. Even een snelle view op wat we hebben gekocht. Net bij de Pyro Market. Niet heel veel, zoals ik al zei. En er is dus geen...